Dames en heren, jongens en meisjes, het is eindelijk weer zover. Een nieuw seizoen van F1 My Team. De game mode waarin je zowel de eigenaar als coureur bent van je Formule 1 team. Een unieke situatie die niet heel vaak is voorgekomen in de geschiedenis van de sport. Maar een mooi voorbeeld hiervan is Jack Brabham, die in 1966 kampioen werd met het team Brabham. Zijn eigen team dus. Ik denk niet dat ons dat gelijk gaat lukken meteen in dit eerste seizoen. Maar in ieder geval, de game is uit F1 2021. En wil je hem nou ook nog halen? Heb je hem nog niet? Haal hem dan gewoon snel naar huis. Gamekoning.nl. Bestel je die gewone editie, krijg je die fysiek gewoon de 16e thuis geleverd. Maar wil je nu al spelen, dan moet je even je tegoed halen bij Ik Wil Tegoed en hem kopen in de PlayStation Store. Ik zeg... doen. En ik ga je zeggen, deze game heeft me meteen gepakt vanaf het moment dat ik hem opstartte. Vorig jaar ging dat namelijk zo... Maar dit jaar hoor je dit. Ja, ik vond dit dus persoonlijk heel vet. Ik was wel blijkbaar daar de enige in. Mijn mede-Formule 1-maatje vond het iets minder boeiend. Verder kun je nu een overwinningsbericht aan je personage toevoegen. Dankjewel, geef me heel veel een momentje. Dankjewel, geef me heel veel een momentje. Dit is echt schitterend. Dus. Stel je wint voor het eerst ooit een race in de Formule 1 en je zegt... Dankjewel, geef me heel... In het echt gaat het vaak iets meer zo van... Maar goed, voorlopig houden we deze speech natuurlijk gewoon erin. Mochten we ooit er... Wacht, wat zie ik daar nou? Nee, die vind ik niet leuk. Zoals al eerder te zien is geweest, ben ik gegaan voor de paarse buitenkant kleur, weet je wel. De livery waarmee we dit seizoen gaan rijden. Precies, livery. Die voice acteur van deze game kan het echt beter bij Disney films houden, want dit is echt te zielig voor woorden. Dankjewel, Gemma. Waar de paarse teamkleuren staan en dat is natuurlijk volledig in stijl, want wij zijn Team Aubergine! En wij rijden met de beste en daarom ook duurste motor die je kan kiezen, de Ferrari motor. Bizar dat die Honda motor er nog zo slecht op staat, weet je wel. Maar goed, wat betreft tweede coureur valt er weinig te kiezen tussen mensen met een beetje meme gehalte, geen Raguna-tannetjes, gewoon wat F2 namen en ik kies uiteindelijk voor Guanyu Zhou. En daarmee kan het seizoen officieel beginnen en dat gebeurt volledig in stijl zoals je van de F1 game gewend bent door middel van een interview met Will Buxton. Hallo mensen en welkom bij een zeer speciale editie van Paddock Pass. Zo, gelijk een switch van een andere camera-angle. Zoals je kunt zien, geen titel achter me. Jammer dat je dezelfde outfit aan hebt als vorig jaar, Will. Maar goed, weet je wel, het hou ik niet haat op, Will. Ik vind Will Buxton gewoon een goede pick. Is altijd ook lekker amicaal zijn interviews met die rijders, weet je wel. Dat wil je zien. Hij maakt zelf video's op YouTube over de landen waar hij dan komt. De Grand Prix die hij bezoekt. Bijvoorbeeld deze hero is hij een... Draag je nou weer diezelfde outfit, Will? We leggen, zoals jullie van mij gewend zijn, een lekker ongemakkelijk interview af. En dan zijn we echt klaar voor het nieuwe seizoen bij Team Aubergine. Dit hele menu hier heeft weinig nieuwigheden ten opzichte van vorig jaar. Werkt in principe hetzelfde als het vorige gamepie. En daarom jumpen we gelijk in race nummer 1 in Bahrein. De race waar Max natuurlijk dit seizoen fantastisch begon. En dan meteen al liet zien dat er echt hoop zou kunnen komen op een eventuele titelstrijd. Nogmaals, ik denk dat de kans klein is dat wij een titelkans gaan laten zien deze eerste race. Maar na een aantal vlekkeloze trainingsprogramma's in de vrije trainingen maken we ons hier klaar voor run 1 in Q1. Maar zonder dat ik er eigenlijk erg in heb, kruip ik hier aan het begin van mijn ronde op start-finish echt veel te dicht tegen Chef Vettel aan. De grote vriend van de show natuurlijk. Zo dicht erop dat ik eigenlijk bij het aanremmen van bocht 1 er al meteen last van heb. En je zou kunnen zeggen dat eigenlijk mijn eerste run hiermee verkloot is. Wat een top begin van deze eerste kwalificatie. Ik twijfelde hier zelfs nog even of hij niet aan zijn outlap bezig was en mij gewoon aan het hinderen was. Moet ik er nou inhalen? En dit is natuurlijk helemaal niks. Dit is gewoon heel slecht. Maar toen dacht ik bij mezelf, het feit dat ik zo makkelijk een midfield auto als die van de Aston Martin kan volgen, dat zegt eigenlijk genoeg dat hier iets niet helemaal in de haak is. Ik finish mijn ronde uiteindelijk ook vlak achter hem en dus net boven hem in de stand, weet je wel. 6e en 7e. En toen wist ik wel dat het AI-niveau nog iets te laag stond ingesteld voor het nieuwe seizoen. Dat was wel een beetje jammer en onrealistisch, want zo goed is onze auto nog niet. En daarom besluit ik in Q2 ook niet naar buiten te gaan. Ik pak gewoon die P16. Het moet niet te onrealistisch worden nogmaals. Je kan tussen kwalificatiesessies Q1, 2, 3 kun je dus niet je AI-niveau aanpassen. Super leuk, super tof. Aan het begin van de race ga ik het goed zetten, waar hij op hoort. Maar voordat je de start gaat zien en alle lampen hier uit gaat zien gaan, moeten we nog bepalen welke strategie we gaan doen. En we gaan gewoon voor een eenstopper. Ik heb natuurlijk vrije bandenkeuze van mediums naar hards en dan rijden we die race in één keer BAM uit! Hebben jullie trouwens al gezien dat ik een vette quote op mijn halo heb staan? Die kun je ook niet echt personaliseren, anders had ik er wel iets opgezet als eet aubergines van Dirk van Duivenbode. Nee, maar op zich vind ik het wel een goed motto. Laten we gewoon proberen bijna niet te DNF'en in dit seizoen. En liever al helemaal niet in de eerste race van het seizoen, die hier zojuist van start is gegaan. Alhoewel de race van Raikkonen, de eerste race van Raikkonen van het seizoen, is 2 seconden later van start gegaan. Want die is niet al te best weg.
Gasly hier aan de linkerkant wel. Je ziet hem even niet in beeld. Maar die pakken we bij het aanremmen wel. Ook Ocon pakken we bij het aanremmen. Ik rem soort van twee keer aan. Maar schakel dan vervolgens terug naar mijn neutraal. Waardoor ik heel veel momenten verlies. En Gasly mij weer terug kan pakken. Maar die wordt gehinderd door zijn teamgenootje Tsunoda. En dus liggen we toch weer 13e na deze eerste paar bochten. En dan naderen we bochtje nummer 4. En je ziet hier, of je weet van eerder dit seizoen, dat je daar prima makkelijk kan inhalen aan de buitenkant. Mits je aan de tracklimits houdt. En dat doen we gewoon. Tsunoda is hier gezien. En we liggen 12e na een paar bochten. 4 posities gewonnen. Dat is lekker. We zijn goed op weg. Halverwege de eerste ronde van deze race. Maar daar is Gil. Daar schrik ik van. En oh, dit gaat helemaal mis. Halverwege de eerste ronde van het nieuwe seizoen in Bahrein. Dit is niet al te best, mensen. Hey, oh, dat is jammer zeg. Hier had ik even niet op gerekend. En zo eindigde race 1. Wel echt in mineur voor Team Aubergine. Wat is hier fout gegaan? Dat moeten we even terugzien in de herhaling. Hier vanaf de auto van Tsunoda die vlak achter me zit, lijkt hij meer snelheid te hebben. En prikt gewoon tegen mijn achterwiel aan. En oh, daar komt Ocon ook nog tegen hem aan. En Tsunoda kan zijn weg wel vervolgen. Ziet links daar ook bij de vangrail ingaan. Ja, ik schrok er gewoon van en pakte gewoon veel te veel gas hier op die curbs en ik ben het gewoon helemaal kwijt. Blijft natuurlijk gewoon een technisch gedeelte op de baan. Een foutje is zo gemaakt hier. We kunnen ons allemaal nog dat moment met Willem-Alexander nog wel herinneren. Die maakt hier ook een ketser van je welste. Oh, hier moest je vroeger altijd in. En dan die hele lange doordraaien links naar boven. Heel goed. Ja, ook zo spectaculair beeld hoor hier. Je hebt ook een rempedaal, hè? Wie zijn fout is dit nou? Misschien moeten we het nog één keer even bekijken vanaf de auto van Ocon is dit. Die het Schumacher inhaalt. En dan ja, heeft hij geen schijn van kans. Het is al gebeurd. Kon ik niet echt zien wat daar gebeurde. Kon er ook niet meer op anticiperen. En zijn race, ook zijn eerste race van het seizoen, is naar de kloten. Biedt de onboard van Gasly dan wat meer duidelijkheid? Ja, ik vind het niet echt mijn fout. Ik heb het in ieder geval wel langer volgehouden als Mazepin bij zijn debuut in Bahrein. Dus dat is in ieder geval lekker. We hebben hier meteen in Bahrein alweer een 2020 podium. All over again. Hamilton, Bottas verstappen. Maar op de P14 van Zoom mogen we op zich best wel trots zijn. Dat is een goed begin van het seizoen. Wel mede mogelijk gemaakt door de DNF van zowel mij als die van Ocon. En ook Yuki finish met een achterstand van 3 rondes. Op een baan van 1,5 minuut is dat nogal fors. Zijn we dan al klaar met ons eerste raceweekend? Is hij echt zo snel voorbij? Goeiedag vandaag. Wat vind je er zelf van? Oh. Nou, jou heb ik dus absoluut niet gemist, moet ik zeggen. Wie ben je en wat doe je? Ah, vrouwen die F1 interviews doen. Het is toch verschrikkelijk mooi. We've got Timo Werner here. Chelsea and Germany's goalkeeper. How are you? Het klopt inderdaad dat hij sinds februari evenveel Premier League goals gemaakt heeft als Alisson. Maar om hem nou een keeper te noemen, dat is wel heel erg disrespectvol. Back in the factory hebben we nog wat geprobeerd de auto te ontwikkelen. Maar alles mislukt eigenlijk. En zo gaan we dus zonder updates door naar raceweekend nummer 2 in Spanje inderdaad, ja. De kalender klopt wel, alleen zijn er geen nieuwe tracks toegevoegd. Helaas dus geen Imola, geen Portimao, die als race 2 en 3 op de kalender stonden. Dus we gaan meteen door naar Barcelona, die gelukkig nog wel in de game zit. Alleen, oh ja, zonder de veranderingen die de track dit jaar heeft ondergaan wel. Want de bocht die we nu namelijk rijden ziet er niet meer zo uit. Dat is meer echt soort van een hegpinnetje geworden. Dat was even goed. Goed, de kwalificatie hier in Spanje in de notendop. De eerste run die ik neerzet in Q1 is in 1.18.7. En die weet ik, zoals je ziet, hier te verbeteren in de tweede run. Althans, die laatste sector was zo shit dat ik hem niet verbeter. En net als 14e doorgaan naar Q2 met een 1.18.7, wat niet een al te beste tijd is. Ook in Q2 blijkt mijn eerste run de beste van de twee te zijn. Een 1.18.3 is wat ik neerzet. Een goede verbetering ten opzichte van net. En we gaan als 10e net aan door naar Q3. En dat is het eerste kleine overwinnetje van dit seizoen. Even een opstekertje naar vorig weekend natuurlijk. In Q3 kom ik er niet aan te passen, nog steeds 10e. Dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, helemaal niet zo chill. Want je zag ook in het echte afgelopen paar races in Oostenrijk, je moest op die medium starten, anders moet je een 2-stop doen ten opzichte van de rest. En dat zou mij in deze race ook kunnen nekken, want ik moet inderdaad een 2-stop doen, want met die softs en daarna de hard red je het gewoon niet, je banden gaan er dan aan. Maar goed, het is en het blijft racen. Je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe het uitpakt. Bij de start van de race, daar kan heel veel gebeuren. Dat doen we ook vaak veel, maar dit keer schakel ik traag door en ik ben gewoon niet lekker weg. Reactievermogen was niet goed en je ziet dat ik hier snelheid mis. En ze vliegen me aan alle kanten voorbij. En helaas bij het aanremmen doe ik voorzichtig, wat eigenlijk levensgevaarlijk is. Ben ik hier even 4 plekken zelfs kwijt. Van 10e naar 14e. Bij het accelereren pak ik er dan wel weer 2. 12e plek. Verlies ik dus 2 posities in de openingspaar bochten van de race. En dat is niet al te best. Niet wat jullie van mij gewend zijn bij Team Aubergine. En je ziet het, hè. Iedereen omheen staat op die mediums. En ik met mijn softs ben gewoon buiten de top 10 gevallen. Dat is niet ideaal voor die openingspaar rondes. En wat ook niet ideaal is, is dat Daniel Ricciardo achter me zit. En die is natuurlijk veel sneller en kan goed inhalen. Laten we zien hoe lang we die achter ons kunnen houden. Nou ja, niet heel lang als je dit vervolgens doet. De bocht wordt hier afgesneden. En dan verlies je natuurlijk alle snelheid die je hebt. Daar is Ricciardo al. En die wordt geraakt. Er is gele vlag. En daar is een crash. Daniel Ricciardo ligt zelfs uit de sessie. Oh, dit is al de tweede grote crash die ik, waar in ieder geval ik bij betrokken ben. Waarschuwing? Hoe dan? Ik doe helemaal niks.
Jongens, dat doe ik toch helemaal niet expres dit. Wat hier vervolgens gebeurt is wel een beetje raar, want er komt weer een groene vlag. Dus ik dacht, nou, we kunnen weer doorracen. En vervolgens switchen toch weer heel snel naar geel. Toch weer geel. En dan bam, op dit moment is er een virtual safety car deployed. Dat is zeer nadelig. Ik had hier ook even vol een Tsunodaatje kunnen doen. En mijn auto over elke lijn die ik maar tegenkwam kunnen janken. Maar zo ben ik natuurlijk niet, mensen. Nee, maar dit is oprecht wel een gemiste kans. Want als ik een van mijn twee pitstops had kunnen maken onder een virtual safety car, had ik echt heel veel tijd kunnen besparen. Ook al was het maar ronde 3, mijn geplande pitstop voor de soft naar de medium stond toch gepland op ronde 5, 4, 5. Dus dat maakt in principe niet uit. Maar helaas, we rijden door. Maar ja, wat ging daar nou precies mis? Hier goed te zien vanaf de auto van Daniel Ricciardo, die mij een fout ziet maken en daarvan wil profiteren aan de binnenkant. Maar er is gewoon net te weinig ruimte. Hij neemt daar wel een beetje een risico mee. Raakt met zijn linker voorwiel mijn rechter achterwiel en maakt vervolgens een flinke klap wel, hoor. En dat is natuurlijk meteen einde race voor Danny Rick, die in paniek nog even wat driftige stuurbeweging aan het maken is of zo. In de hoop de auto hier nog op te kunnen vangen. Hij liet zijn stuur ook niet los tijdens de impact. Wat wel op zich aan te raden is, wil je je polsen niet breken na zo'n flinke klap. Maar dat was nog niet eens alles. Want wat niet te zien is vanaf de onboard van Ricciardo, is dat er wederom een Alpine geen schijn van kans heeft om een crash te voorkomen. Alonso rijdt er gewoon vol op in. En lijkt degene te zijn uiteindelijk ook die de genadeklap uitdeelt voor Ricciardo. Door hem hier in de muur te peren. Alonso kan trouwens zijn eigen race wel gewoon voorzetten. Wanneer we weer gaan racen, lig ik natuurlijk nog steeds 12e. Ik heb geen mensen voor me eruit gepeerd. Alleen twee mensen achter me die vlak achter me zaten en eigenlijk wat sneller waren. Dus ik heb een soort van nog mijn voordeel meegedaan. En we cruisen gewoon een beetje door op die 12e plek. Je ziet wel dat er een gat wordt getrokken naar voren. Achter me zitten wat mensen die niet per se heel veel sneller zijn. Tsunoda, Russell. En dan is het tijd voor mijn eerste pitstop. We're boxing this lap. Give us the best in-lap you can. Ja, die best in-lap you can, dat ging nog niet helemaal zo soepel. Want je ziet hier dat ik bij de chicane ben en hier veel te veel curb pak. En je merkt dit jaar echt als je over een curb knalt dat je daar heel veel... Hallo. Ja, maar hier kan ik toch niks aan doen? Nee, fuck it, hey, huppatee. Lijnen, paaltjes, we nemen het gewoon allemaal mee, jongen. Of dit is payback van de vorige race. Of Tsunoda vindt dat als hij niet normaal de pitstraat in kan rijden zonder een straf te krijgen, dat niemand in zijn buurt dat dan mag. Maar check het even vanaf zijn auto. Je ziet mij hier stuiteren over die curb en een beetje de controle verliezen natuurlijk. En hij snijdt gewoon voor me langs. Bij het opkomen van het rechte stuk ook. Yuki is in het echt natuurlijk ook een beetje een opgefokt mannetje. Shut up, fucking cunt. Je merkt in de game ook echt heel goed. Ik vind het best wel leuk. Tot een beetje mijn rivaal op deze manier in dit seizoen. De pitstop kan wel gewoon gemaakt worden. We switchen van de soft naar de mediums. Maar dat kost ons wel wat. Want we komen weer terug de baan op P19. Met een flink gat op de rest. Als eerste zien we daar op 12 seconden Latifi. En die gaan we inhalen. Good pace. You're catching the car in front by a second per lap. Uiteindelijk zitten we in een ronde of 6 dan toch al op zijn staart. En hier moet het dan gaan gebeuren. Vooral de exit moet hier goed zijn. Want is de exit hier niet goed, kun je nooit inhalen hier in Spanje. Dit rechterstuk is relatief kort. Maar ik heb hier een aardige exit in tegenstelling tot andere rondes hiervoor. Je ziet me naar hem toe kruipen met DRS en ERS natuurlijk. En uiteindelijk kan de interactie daar relatief eenvoudig plaatsvinden, wilde ik zeggen. Daar gaat het nog bijna mis. Ik wilde maximaal van de slipstream gebruik maken. En ik trok hem relatief laat naar de zijkant. Maar Latifi is gezien en P15 is weer een feit voor ons. Maar ook na deze inhalactie bleef ik een beetje in die modus van elke ronde stampen, weet je wel. Elke rondetijd moet scherp zijn. En dat kan nog maar zomaar eens fataal worden als je over die grens heen gaat. En verder kom ik eigenlijk niemand meer tegen. En zo sta ik dus halverwege de race door pitstops van anderen weer precies op die P12. Maar als we even gaan kijken naar de huidige situatie van de race. De meeste mensen achter me hoeven niet meer te stoppen. En ja, ik dus nog wel. Dus wanneer ik in ronde 20 voor de tweede keer naar binnen ga voor mijn tweede setje mediums, kom ik hier pal achter mijn teamgenoot terecht. Op P17 achter Chef Zoo. Maar binnen Team Overzien doen we niet aan teamorders. Ondanks dat ik voor mij wel op een compleet andere strategie sta. Maar het zal dus gewoon een reguliere inhalactie moeten worden hier op het tweede DRS gedeelte van de baan. En hij moet ook echt van ver komen hier op Zoo. Je ziet het, we zijn aan elkaar gewaagd. Dat is mooi binnen een team. Lekker racen. P nummertje 16 is weer voor ons. Een ronde later zitten we op hetzelfde gedeelte ook op de start van Antonio Giovinazzi. En deze moet van nog veel verder komen. Deze is eigenlijk best wel een beetje onbeschoft. Beetje asociaal. Maar ook deze positie pakken we. P15. Even later zitten we hier vlak achter Mazepin. Ben ik nou serieus met Mazepin aan het racen? Ik moet zeggen dat mijn verwachtingspatroon iets hoger was toen ik miljoenen van mijn eigen geld in het team stopte. Maar we zoeven er net langs. Eigenlijk remmen we net te laat. Ik blijf hier nog net binnen de lijnen. En Mazepin durft ook niet echt met een actie te doen. Dat scheelt. En zo kruipen we toch rustig aan wel weer een beetje omhoog. P14. En voor ons zien we daar George Russell. En ook die moeten we gewoon kunnen hebben. In enkele rondes weten we ook bij hem aan te sluiten. Maar dan krijg ik de volgende melding. Blue flag, blue flag. Come on, blue flag.
Blue Flags. De wedstrijdleiders komen eraan. Bottas en Hamilton. En ik dacht, ja, die ga ik niet hinderen. Die moeten gewoon lekker... Het feit dat die aan het racen zijn is al bijzonder zat. Dat komt niet vaak voor. Dat gaan we de kijkers niet opnemen. Ik besluit op dit punt te doen. Ik lift gewoon. Ik laat ze allebei er langs. Niet helemaal tof voor mijn rondetijd. En ik zie daardoor dat Russell gewoon uit kan lopen. Dat is een beetje zonde. En dan kan ik eigenlijk weer zo goed als opnieuw beginnen met het dichtrijden van het gat richting Russell. Dat kost me weer rondes. En dat is jammer. Althans, wat sta je daar te doen? Russell staat daar stil in de bocht. En die glippen we gewoon weer voorbij. We hebben hem gewoon ingehaald bij deze. Die gaat pas slecht om met die blauwe vlag situatie. Zeg, wat is dit? Dit is wat er gebeurt vanaf de auto van Hamilton. Hij laat Bottas eerst voorbij voor de bocht. En denkt dan na de bocht hier Russell links. Ja, ik moet eigenlijk Hamilton ook voorbij laten. Laat ik gewoon stoppen. Vanaf de auto van Russell zelf is helemaal mooi. Die gaat hier in zijn één door deze bocht. Wie doet dat? Schakelt als zijn twee toch één. En gaat dan vervolgens stilstaan. Omdat hij mij daar voorbij ziet komen. Probeert helemaal niet mee te gaan met de flow van Hamilton nog of zo. Dankjewel, George. P13 is dan een feit. Maar je ziet het al. We hebben nog maar 3-4 rondes te rijden. En als je kijkt naar het gat daarvoor, het Tsunoda, 12 seconden. Ja, dat gaan we natuurlijk nooit meer dichtrijden. Althans. Some information on Tsunoda. They have an issue with their car. They're going to be slow. En toen ging ik er nog wel even een keertje lekker voor zitten. Ik ging nog een paar ronden stampen. En je ziet die ronde. Je ziet dat gat eigenlijk, die delta richting Tsunoda, aflopen. Tot op het punt dat ik nog minder dan 2 seconden achter Tsunoda zit. En je ziet het. We hebben nog 1 rondje. En in die laatste ronde moet het gebeuren. Waar het niet dat Bottas natuurlijk ons gelapt heeft. En vlak voor onze neus, die wordt afgevlagd. En wanneer je dan de eerstvolgende keer over de finish gaat, dan is ook jouw race voorbij. Dus eigenlijk wordt die laatste ronde mij hier even ontnomen. Omdat ik mezelf zo nodig moest laten lappen. We finishen deze race dus als 13e. We konden Tsunoda net niet inhalen. Dat was natuurlijk niet voor punten. Maar ik had het wel even willen doen na de 2 incidenten die we al hebben gehad in deze eerste 2 races. Dat begint al een beetje mijn rivaaltje te worden op deze manier. Geen punten helaas in deze eerste video. Dus we moeten echt aan de bak. Die auto moet beter worden. We gaan aan de fabriek werken met z'n allen. En dan zie ik jullie volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Like hem even. Abonneer vooral. Want nu is, ja, ik wilde eigenlijk zeggen, dan hebben we bijna 8 ton. Maar dat is natuurlijk helemaal niet grappig om te zeggen. We hebben bijna die miljoen mensen. Hello everyone.